Hallo allemaal, ik ben Jet. En ik ben Ties. Vandaag zijn we op het kinderboekenbal in Haarlem. Wij zijn de kinderzwerfboekenreporters en we gaan vandaag schrijvers interviewen. We hebben nu onze badges, we gaan op zoek naar leuke schrijvers. Wie bent u? Wie ik ben? Ik ben de nieuwsgierige oma van het bal, hè? Als je ouder wordt, dan vergeet je vaker dingen, weet je. Ik ben Just. Hallo meneer, u bent Ted van Lissau, toch? Ja, dat ben ik zeker. Bent u zenuwachtig? Nou, niet zo heel erg, omdat ik denk dat ik niet ga winnen. Hij was niet echt positief over zijn eigen kans op de gouden griffel, hè? Nee, niet echt heel erg, nee. Hallo meneer Veroen. Hoe bent u erop gekomen om eerst van volwassenenboeken, daarna weer kinderboeken te gaan schrijven? Ja, omdat ik in de oorlog ben, was ik 11 jaar. En dat denk ik heel vaak aan. En toen moest ik het kinderboekenweek volgen ze me. En toen dacht ik, dat ga ik vertellen. Ik heb al van heel veel mensen gehoord dat ze denken dat u gaat winnen. Ja, ik ben ook. Maar dan word ik dus nog zenuwachtiger als je dat zegt. Het programma gaat beginnen. Dus wij gaan lekker naar binnen. Tot zo. Prijsuitreiking. En we gaan even kijken. Chips van Anna Bot. Ik wist het! We wisten het! We wisten het meteen! Heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Wij hebben natuurlijk wel voorspeld dat u zou winnen, hè? Ja. Mogen wij daar iets voor terug? Wat? Nou ja, dit is dus een kinderzwerfboeksticker. Die plak je dan dus op een boek en dan laat je hem uitzwerven. Zou u van Gips 1 exemplaar als kinderzwerfboek willen maken, zodat andere kinderen het ook kunnen lezen? Ja, dat wil ik doen. We hebben echt een fantastische show gehad. Echt niet normaal, dag van mijn leven. We hebben echt heel veel leuke schrijvers gezien, zoals Anna Bolt. Het wordt het aan de late kant, dus wij vertrekken. Doei!